Bij 6 Edese basisscholen is er gebrek aan lokalen, vooral voor het schooljaar 2023-2024. Leraren zouden personeelsruimtes en gemeenschappelijke ruimtes nu inzetten om leerlingen te kunnen lesgeven. De Edese D66-fractie voorziet een structureel probleem. Ja, wij hebben verschillende signalen gekregen van directeuren en besturen dat er eigenlijk scholen nog steeds echt heel erg omhoog zitten met een tekort aan lokalen. Nou, we zien dus dat bij een zestal scholen van de 55 basisscholen dat dus het ruimtes in de scholen worden opgeofferd, bijvoorbeeld personeelsruimtes of de gymlokalen. En je ziet gewoon dat er dus niet lokalen zijn. En de uiting ten tweede is ook dat directeuren gewoon niet de ouders kunnen vertellen of ze wel een kindje kunnen plaatsen op de school waar wat nog een kind zit. Dus de directeuren zitten echt omhoog en de ouders ook. Waarom kunnen zij die garantie niet geven? Nou, omdat het dus momenteel voor het schooljaar 2023-2024 gewoon niet een prognose is of er voldoende lokalen zijn. Dus de directeuren die weten gewoon niet of ze ja of nee kunnen zeggen tegen de ouders. Waar gaat het mis? Ja, verschillende fronten eigenlijk. Je ziet bijvoorbeeld ook een doorstroom wat in Ede-Oost. Dat er de nieuwbouw niet op tijd gerealiseerd is. En daarom er niet voldoende lokalen zijn. Je ziet ook in Bennekom, waar we nu zijn, zie je dat er niet voldoende lokalen zijn. Er is een 2-kilometer norm waar wordt vastgehouden. Dus je ziet dat er eigenlijk echt een piek is. En normaal, het is altijd lastig, hè, want je hebt piek en dalen met huisvesting. Maar we zien nu echt te veel een piek. Wat wil D66 gaan doen hieraan? Ja, wat wij dus willen is dat dit thema echt heel urgent wordt opgepakt, ook door de gemeente. En vandaar dat wij ook hebben gevraagd voor een vergadering, of een ordersvormende vergadering, om hier echt over te spreken. En dit hebben we dus ook gesignaleerd naar de gemeente toe. Heeft u al een reactie gehad van de desbetreffende wethouder, volgens mij Leon Meijer? Ja, in principe is dat goed door hem opgenomen. Dat hij was wel bekend natuurlijk met het onderwerp. Maar de urgentie heeft hij dus nu echt wel kenbaar getoond om terug te komen met een memo hierover eind maart. En dan komt er ook een oordeelsvormende vergadering? Nou, dat weten we dus nog niet. Dus eerst worden dus de gegevens zo snel mogelijk bekend. Hij gaat ook echt in gesprek met de schoolbesturen hierover. En daarna moeten we dus bekijken of er dus ook echt een vergadering nog komt hierover. En eventueel ook dat er een gesprek moet komen over budgetten bij de perspectiefnota. Maar er is actie nodig? Nou, ontzettende actie volgens ons. Want je ziet dus dat ouders tegen de klippen oplopen. Je ziet ook dat leraren hun lokale of hun eigen personeelsruimte moeten opleveren. Dus er is echt actie nodig hiervoor.